De partijen wijzen op een reeks van misstanden waarbij niet zou zijn ingegrepen door de politieleiding. Zoals in 2012 als de 17-jarige Rishi wordt neergeschoten op station Hollandspoor. En in 2015 wanneer Mitch Henriquez bij zijn arrestatie in het Zuiderpark overlijdt. De Haagse Stadspartij, Islamdemocraten en NIDA steunen de klacht van de maatschappelijke groeperingen aan het adres van de politieleiding. Zij zijn het gezicht, zij geven sturing aan, natuurlijk de politie, en wij zeggen van genoeg is genoeg. Elf burgemeesters in de regio reageren hierop met een verklaring waarin ze de politieleiding steunen. In onze ogen is er geen sprake van een verziekte cultuur waarbij de politieleiding weg zou kijken. De burgemeesters wijzen erop dat er lering is getrokken uit de incidenten uit het verleden en dat de politie heeft geïnvesteerd in een meer multiculturele organisatie.